ja, Rutte heeft eigenlijk een visie naar zijn samenwerkers vertaald in de beste, de leukste en de gelukkigste. We willen hier leuk met elkaar omgaan. We willen investeren in geluk van onze samenwerkers. In een continue groei, zowel zakelijk als privé. En dan ben je eigenlijk buitengewoon geïnteresseerd in diezelfde samenwerker om te zorgen dat hij dus goed kan groeien. Ja, wat natuurlijk buitengewoon belangrijk is, is kwaliteit, is creativiteit. Maar ook de arbeidsomstandigheden zijn super van belang. En daarbij hoort natuurlijk veiligheid. Veiligheid, hygiëne. Als je het hebt over de borging van processen, arbeidsomstandigheden, dat is buitengewoon belangrijk. Ja, ik vind dat veiligheid is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet mogelijk voor een bedrijf, voor een bedrijfsdirecteur, om alles wat met veiligheid te maken heeft, om dat maximaal te borgen. Simpelweg pak je een tomaat en iemand die snijdt ongelukkig, die snijdt in zijn vinger, dan vind ik het geen verantwoordelijkheid van de werkgever. Anders dan dat je wel moet zorgen dat het goede messen zijn, dat je goede instructie gegeven hebt, maar wellicht, het is volgens mij is dat 50-50. Ja, ik ben me zeer bewust van het feit dat iedereen zeg maar onderweg is, naar het bedrijf toe, voor het bedrijf. Ze zijn allemaal visitekaartjes van het bedrijf. We hebben daar natuurlijk ook van alles mee meegemaakt in het verleden. En dus je hebt daar als bedrijf ook wel iets over af te spreken met je mensen, hoe je die dingen doet. Met als basis het geluk weer van die mensen, dat je zegt van ja, ik wil dat je graag verkeersveilig bij mij op het bedrijf komt, maar ook verkeersveilig naar onze opdrachtgevers gaat. Maar het is nogmaals, het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, wij instrueren onze mensen door externe ook. Arno Smits is eigenlijk buitengewoon geïnteresseerd in verkeersveiligheid. Heeft een hele, ja, is goed geïnspireerd. Weet ook wat die medewerker in die vrachtwagen nodig heeft om uiteindelijk verkeersveilig te zijn. Nou, chauffeurs opleiden, dat is natuurlijk ons vak. Dat is waar we dagelijks mee bezig zijn. Maar als mens en ondernemer is het natuurlijk niet alleen maar opleiden, geld verdienen aan opleidingen. Maar ik vind dat ik als ondernemer en als mens ook een belangrijke functie heb in het maatschappelijke als het gaat over verkeersveiligheid. Goed op snelheid komen. Duidelijk driekwart van de invoegstrook gaan gebruiken. Alles gecontroleerd, dan kom ik links de snelweg op. Rekening houden met de positie op mijn rijstrook. Vanwege de zijwind, eventueel zijwindgevoelig. Mensen links van mij willen natuurlijk ook een veilig gevoel hebben dat ze mij veilig voorbij kunnen gaan. Nou, uiteraard voldoende volgafstand houden naar mijn voorganger. We willen natuurlijk niet dat de lading in de prak raakt op het moment dat we een kopstaartbotsing krijgen. Op het moment dat mensen klaar zijn met een opleiding, dan hebben ze een roze papiertje wel. Dan gaan ze de weg op en dan gaat het vaak toch nog steeds fout. Want het blijkt dat 95% van alles wat er fout gaat op de openbare weg, heeft alleen maar te maken met menselijk falen. Want die 95% menselijk falen zit hem in gebrek aan vaardigheden, gebrek aan voldoende kennis, gedrag en mentaliteit. Dat bepaalt uiteindelijk ons grote probleem. Ik wil vragen, ook als ambassadeur van Maak van Nul een Punt, doe met ons mee, zorg ervoor dat we met z'n allen ons hard maken om te zorgen dat niet alleen ons voertuig van A naar B rijdt, maar dat het ook veilig gebeurt. Verkeersveiligheid is buitengewoon belangrijk. Als je daar niet als bedrijf goed over nadenkt, goede vervoersmiddelen, goede instructies, goede trainingen, dat is geen discussie. In de toekomst geen discussie. Je moet er toch niet aan denken dat het verkeerd loopt, weet je wel? Als er iets gebeurt wat voor impact dat heeft op je bedrijf, dat is onbeschrijfelijk gewoon.